De Grondwet van 1848, het ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse Grondwet. Na de Franse tijd kreeg het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 haar eigen grondwet. Volgens deze wet had de koning de meeste macht en waren de ministers slechts dienaren van de koning. Ieder voorstel moest goedgekeurd worden door koning Willem I. De koning en de hogere bestuurders van de provincies benoemden de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Het volk had daarom niets te zeggen, er was geen sprake van democratie. Hier een foto van koning Willem I. Johan Rudolf Thorbecke was de leider van een groep parlementsleden die opkwam voor de vrijheid van de burgers. Deze groep wilde dat het parlement meer te zeggen kreeg en dat kamerleden democratisch gekozen konden worden door hogere burgers. In 1848 grepen ze hun kans. Koning Willem II was bang dat hij, net zoals andere Europese vorsten, afgezet zou worden door het volk. Om dit te voorkomen kreeg Thorbecke de opdracht de grondwet democratischer te maken. Hier zie je een schilderij van Johan Rudolf Thorbecke, de schrijver van de grondwet van 1848. En hier een schilderij van koning Willem II. Wat stond er nou eigenlijk in die nieuwe grondwet van 1848? Iedereen kreeg dezelfde grondrechten. Het parlement kon voortaan een minister of de hele regering om verantwoording vragen. Dit noemen we ministeriële verantwoordelijkheid. En de koning werd onschendbaar, dat wil zeggen dat alles wat de koning deed of zei, daarvoor moest het parlement verantwoording afleggen. En elke 4 jaar kwamen er directe verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer werd nu indirect gekozen. Door de nieuwe grondwet verloor de koning bijna al zijn macht. Hier zie je die grondwet van 1848, of althans de voorpagina daarvan.